zou Zico Toumba zeggen. Van de Graafschap in de jeugd. Zico Toumba, dat was een hele sterke Afrikaanse speler. Striker. Kijk je eigenlijk, je bent zelf spits, veel naar andere aanvallers en hoe zij het doen? Ja, zeker vroeger heel veel. Naarmate je kinderen hebt, dan heb je het ook wel eens druk met andere dingen. Maar vanaf vroeger uit altijd gekeken. Ja. Gaan we beginnen. Pace. Snelheid zou ik Thierry Henry zeggen. Mooie elegante speler met snelheid. Scorend vermogen. Finishing. Cristiano Ronaldo. Kijk, doelpunten kan iedereen maken voorin. Maar hoeveel doelpunten je maakt hangt af van positionering, je wil om te scoren. En ik denk dat Cristiano Ronaldo dat heel erg in zich heeft. Hij wil elke wedstrijd scoren. En daarom scoort hij ook zoveel. Heading. De beste koppen die ik gezien heb is Jan Vennegoor Wesseling. Die kon echt vanaf de 16 een schot van zijn hoofd afvuren, zeg maar. Zo hard kon die koppen. En Kluivert vond ik ook een hele mooie techniek hebben. Volley. Van Basten. Mooie volley. 88, ja. Ja, was perfect. Hij ging er perfect in, laat ik het zo zeggen. Hij nam hem ook mooi, daar niet van. Maar het was wel een hoogte wat niet heel erg makkelijk is om te nemen als je hem echt voluit wil schieten. Hij ging toch fantastisch erin, dus hij was niet helemaal voluit, maar wel goede techniek. Charisma. Zou ik Drogba kiezen. Drogba is een speler die er altijd stond, weet je wel, qua duelkracht. Een beetje hetzelfde als Zlatan eigenlijk. Zijn niet bang. Dat soort dingen, dat stralen ze wel uit. Het heeft gewoon iets extra, zeg maar, een soort X-factor, denk ik. En echt belangrijk. Andere dingen zijn belangrijk, laat ik zo zeggen. Positioning. Zou ik Bergkamp kiezen? Waarom? Ja, Bergkamp was gewoon een hele slimme speler. Mooie techniek en was wel een van mijn favorieten van vroeger uit. En hij koos gewoon vaak goed positie. En had een bepaalde rust over zich heen. En hij maakte mooie goals. Strength. Zou ik Zico Toumba zeggen. Van de Graafschap in de jeugd. Zico Toumba, dat was een hele sterke Afrikaanse speler. In de Graafschap speelde hij toen in het eerste. Maar die was echt mega sterk. Penalties. Ik zou Shearer zeggen. Alan Shearer. Nou ja, omdat hij schoot hem altijd met overtuiging. Hoger in de goal probeerde hij. Hij zal vast wel een paar penalties gemist hebben, maar hij had wel een ritueel. Hij draaide altijd om, zeg maar, met zijn rug naar de goal. En dan floot de scheidsrechter, draaide zich om en kwam hij inrennen en schoot hij hem keihard. Probeerde hij hem hoog net onder de lat te schieten. Dus ik zou Shearer kiezen. Bicycle kick. Bij de oma zou ik Zlatan zeggen van de laatste Zweden-Engeland. Bijna de middenlijn zo'n beetje. Ja, was Zweden thuis, geloof ik. En die bal was wel redelijk ver en echt ongelooflijk oma. Celebration skills. Juist skills zou ik Batistuta zeggen. Kraagje omhoog en mooie uitstraling, lang haar. Dus, en hij deed altijd een mitrailleur zo. Dus hij was de eerste die wel een beetje uitbundig juichte, een beetje aparte dan normaal, zeg maar. En dat viel in die tijd wel op. Hoeveel doelpunten per seizoen maakt deze spits? Het ligt eraan in welk team hij speelt. Maar als hij in een goed team speelt, dan moet hij minimaal 1-op-1 kunnen lopen.